Wim, wat zijn de criteria tijdens de selectieprocedure? Waar let je zoal op? Ja, als wij aan de slag gaan, hebben wij 5 criteria waar we naar kijken. In de eerste plaats missie, visie. Heeft de ondernemster een duidelijk beeld wat ze wil bereiken? Vervolgens vinden wij erg belangrijk het bedrijfseconomisch succes. Er moet wel echt gewoon een mooie business staan. Op de derde plaats komt dan onderscheidend vermogen. Scoort de ondernemer erg goed op creativiteit of op kwaliteit of op andere kenmerken. Dan kijken we naar goed werkgeverschap. Goed ondernemerschap en goed werkgeverschap horen samen te gaan. We kunnen ons haast niet voorstellen dat die twee los van elkaar staan. Maar we willen daar ook gewoon apart op scoren. Het laatste criterium waar we naar kijken is duurzaam ondernemen, maatschappelijke betrokkenheid. En dat zien we dan op allerlei niveaus, zowel lokaal, hoe sta je in de lokale maatschappij, als veel breder, duurzaamheid, schaarste van grondstoffen, van het milieu, hoe ga je daar mee? En hoe kom je dan aan die bedrijven? Nou, die bedrijven die worden aangedragen door de hele gemeenschap in Den Hezen. En meestal komen er dan toch, laat ik even heel grof zeggen, tussen de 50 en de 100 kandidaten die zo voorgesteld worden. Hak je als voorzitter van de jury altijd de knoop door als het er echt op spant? Nou, dat proces dat loopt iets complexer dan dat. Als alle aanmeldingen binnen zijn, organiseren we, laten we zeggen, een workshop met een klankbordgroep. En die klankbordgroep bestaat uit ondernemers uit alle kernen. En hoewel er in die workshop eigenlijk niet wordt gestemd over wat nou de shortlist zou moeten worden, komt er natuurlijk wel veel informatie naar boven waarvan je zegt van, nou ja, die krijgt er wel een plusje en nou, die kunnen beter nog maar een jaartje laten liggen. En dan gaan we vervolgens met de jury, met z'n drieën, gaan we kijken wie er dan op de shortlist moeten komen. En dat zijn er dan altijd 3 voor de ondernemer van het jaar en 3 voor de jonge ondernemer van het jaar. En dan vervolgens aan de hand van de bedrijfsbezoeken en de informatie die we krijgen van de ondernemingen kunnen we een score gaan maken op die 5 criteria. Er is natuurlijk altijd een behoorlijk verschil. En dat moet je proberen te objectiveren en dat doe je dan juist aan de hand van die criteria. Hoe gaat het nu verder tot de verkiezing zelf? Eind september gaan we de workshop organiseren met de klankbordgroep. Dat betekent dat in de eerste week van oktober we de shortlisten bekend kunnen maken. En dat we in oktober ook de bedrijfsbezoeken gaan organiseren. Begin november komt de jury dan weer bij elkaar om de definitieve ranking vast te stellen. Zodat we op 21 november de winnaars bekend kunnen maken.